Ik neem jullie, want ik weet ook dat er collega's meekijken die geïnteresseerd zijn in groep 4, vandaag ook even mee in onze nieuwe modules. De module voor groep 4 en de module voor groep 5. In het begin zag je dat trapje. En bij dat trapje hadden we twee pijlen. Eentje bij technisch lezen en eentje bij begrijpend lezen. Dus woordenschat en spelling hebben we in groep 3 gelaten. Is ook nog te gebruiken in groep 4 trouwens, woordenschat. Dat doe jij ook in jouw groep en groep 2. Ja. Maar de modules technisch en begrijpend lezen, die hebben we doorontwikkeld. En ik zal jullie eventjes meenemen in hoe die lessen zijn opgebouwd. Als je kijkt naar de volgende sheet, dan zie je aan de linkerkant meteen de herkenbare kleuren van actief leren lezen. Lichtgeel voor de woordtorentjes, die nu natuurlijk wat anders geformeerd zijn, want de torentjes, dat is de strategie die de kinderen al beheersen. Maar hier gebeurt het dan met lettergrepen. Deze les gaat specifiek voor groep 4 over 2 en 3 lettergrepige woorden en het cluster WR van rattenzwijn. En daar oefenen de kinderen dan aan de hand van de woordtorentjes. Het is ook de bedoeling dat ze direct vloeiend lezen, niet meer gaan spellen. Maar dat doen ze waarschijnlijk ook niet meer, omdat ze dat in groep 3 goed hebben geoefend. En als je die oefeningen met de kinderen hebt gedaan, dan ga je naar de leuke les die ernaast staat. Die is groen. Want de les die je ernaast staat over het rattenzwijn, die omvat eigenlijk de techniek en de leestechniek die ze net hebben geoefend bij het gele gedeelte. Als je dan het verhaaltje samen met de kinderen hebt gelezen of voorkoor door, ga je ook meteen spreken over het begrip. Wat betekent het nu waar het over gaat? En dat is zo fijn dat wij dat hand in hand laten gaan. Dus technisch lezen, daar heb ik het nog steeds over. Na de tijd kan je nog oefenen bij de roze woordrijtjes. En zo worden ook verschillende activiteiten in de handleiding aangereikt aan jullie om hiermee te werken. Nou, de les die je geeft is altijd een herhaling van de techniek en de leesmoeilijkheid van de vorige les en een nieuwe. En als we naar de volgende sheet kijken, dan zien jullie een volgende les met een andere leesmoeilijkheid. En hier staat de Griekse ei. En we zien ook heel veel leenwoorden. En de leenwoorden die jullie hier zien, die worden gebruikt in het verhaaltje ernaast. En nou zie je ook dat het niet een recht toe recht aan tekst is, maar een advertentie. Dus wij willen op verschillende manieren de kinderen met teksten kennis laten maken. Dus niet alleen een recht toe recht aan tekst, een advertentie, een mop, alles wat je eigenlijk overal kunt vinden. En dat is ook zo leuk aan deze lessen. Dus je hebt een les met een leesmoeilijkheid. De leesmoeilijkheid van de vorige les wordt herhaald. Je krijgt zelf een nieuwe. En na 5 lessen, dat kan je dan zien op de volgende sheet, hebben we elke 6e les een herhalingsles. Zoals je ziet, hier geen gele woordtorentjes, maar alleen de roze woordrijtjes. En al die woorden die ze gehad hebben, worden hier nog een keertje geoefend. Daar kan je allerlei vormen en verschillende ideeën meedoen in de verwerking. Het zijn buiten, het zijn actief. Nou, ook daar hebben we heel veel ideeën voor. Daar helpen we jullie ook mee. We hebben trouwens ook inspiratiewebinars, kan ik wel even laten vallen. Leerkrachten die al werken met actief leren lezen, geven ons en elkaar ideeën. Los daarvan zie je dat die herhalingswoorden in een leuke tekst, en dit is een tekst van een internetpagina, van een website, ook weer worden herhaald, zodat eigenlijk alles steeds in elkaar valt. Dus elke 6e les een herhaling. Hoe zit dat nu in groep 5? Ga ik even door naar de volgende sheet. Dat aan de linkerkant herkenbaarheid, de kleuren. Geel voor de woordtorentjes, rechts zie je een verhaal en onder de woordtorentjes de roze blokken met de rijtjes. Nou, wat is nou hier het geval in groep 5? De eerste les gaat over een herhaling van wat er in groep 4 is geoefend. En dan zie je dat bij die woordtorentjes nog extra die woorden worden geoefend. Dan ga je het verhaal lezen. Hier staat een stukje uit de encyclopedie. Eigenlijk, ik denk dat het een internetpagina is. Lijkt me beter, want encyclopedie, dat kennen de kinderen vast niet meer. Dan ga je naar de volgende les op groep 5. Die zie je ook bij de volgende sheet. En dat is dan een leesmoeilijkheid die de kinderen in groep 5 moeten leren. Dus de eerste les, herhaling van groep 4. De tweede les, een nieuwe leesmoeilijkheid van groep 5. En ook hierbij weer een verhaal. De derde les in groep 5 omvat, en dat is iets wat echt belangrijk is, want dat vinden kinderen best wel lastig, een langere les, een langer verhaal, waarin alle leesmoeilijkheden die je in de vorige 2 lessen hebt geoefend, worden herhaald. Nou, hier gaat het over de Olympische Spelen, de Griekse ei is nog weer herhaald. En dan heb je een bladzijde die je met de kinderen kunt lezen, of die ze in groepjes lezen, of op welke manier je dat ook doet, van 3 bladzijden in het lesboek.
En 3 bladzijden is voor kinderen best wel wennen. En misschien herken je wel van, je hebt soms toetsen of je moet een begrijpend leesles maken die wat langer is. Is echt fijn voor kinderen om dat eens een keer te oefenen op deze manier. En de verhalen die hierin staan zijn zo leuk, ja, en humoristisch. Dat is echt geweldig. Ja, ja, ja. En dus die kinderen, die elke instructie zijn we wel met elkaar aan het lachen om zo'n tekst. En dat is zo leuk om terug te zien. Dat zou je misschien op het eerste oog qua uiterlijk dan niet verwachten. Maar het is de kracht zijn dat de teksten echt heel erg leuk zijn voor kinderen. En wat Elise net liet zien ook met de woordtorentjes en dan daarna het verhaal. De woorden in die woordtoeltjes komen terug in die tekst, in die betekenisvolle tekst. En dat geeft dus zoveel zelfvertrouwen aan de kinderen nadat je die instructie hebt gegeven. Ik heb nu een jongetje vanuit de NPO Gelder in groep 6 met wie ik de groep 4, het groep 4 boek nog doe. En hij krijgt dan helemaal zelfvertrouwen als hij in de tekst zegt, hey, maar nu zie ik dat woord, zie ik ook nu terug in de tekst. En dat wil je, dat kinderen voelen van, hey, ik kan dit. Een goed gevoel. Iedereen leert goed technisch lezen. En lezen, ja, met plezier.